steenkapot zit ze nadat ze net is verslagen door de Poolse Nieuwe Doma. Zo ja, ik had de laatste keer zo diep ben gegaan, we zijn klakoers geweest. Dus dat was echt, het kwam uit mijn kleine teen wederom en die kwam nog zo dichtbij. Ik had er echt in geloofd tot aan de finishlijn. Het is een zware koers geweest en Van Vleuten heeft daar haar bijdrage aan geleverd. Ja, het is gewoon koers geweest tot aan de finishlijn en ik kan er wel mee leven. Ik heb het nergens laten liggen. We hebben echt brave, zouden de Engelsen zeggen, gekoerst en initiatief in handen genomen. En trouwens ook meerdere ploegen die dat deden. Was gewoon een prachtige koers vandaag. In deze vorm is ze ook een van de favorieten voor de komende wedstrijden. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in de Ardennen. Het is ook super mooi in deze 8 dagen. Het is 3 keer focussen. En vandaag denk ik dat we met ploeg allemaal met een gerust hart gaan slapen. En wel weer goed uit kunnen kijken naar woensdag. Ja.